Zo. Oh my god. Nou jongens. Het waren echt super lieve mensen. Twee mannen die het helemaal hebben gemaakt voor ons. Helemaal niet een gehoor. Oh nee. Hoi allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb de meest aangevraagd video ooit. En ben back met Isabel. Yes. En we hebben echt bizar lekker eten. In ieder geval dat weet je nog niet. Maar ja. We hebben echt twee... Mega tassen vol met eten. Het is dus van Flamy Fries. En we zagen hun op TikTok. Ja. En toen heb ik ze een berichtje gestuurd. Omdat ik echt obsessief was. En ik dacht, dit moet ik. Dus dit gaan we eten. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb zo'n honger. Het is 3 uur nog niet gegeten. Hier, laat het eens. Oh, je hebt ook nog milkshakes. En dit is toch, denk ik, avocado. En er zitten dus rietjes bij. Die je kan eten. Maar wat zou het dan zijn? Oké, hoe leuk. Oh, er zitten twee kaartjes bij. Ja, heel lief. Nou, ik had gezien, er staat op, thank you, Isabella en Sarah, for your support in these flaming up times. Alles top. Nee, rot op met mij. Dit is friet, volgens mij. Oeh. Met kip of zo. En, nou, en flaming hot. Zoveel. Flaming hot Cheetos. Ja, we hebben echt. Hier zit ik de... Oh my lord. Oh my god. Kijk dit. Dit is een corndog. Nee, een... Nou, hoe noem je dit nou? Maisgolf. Met takis eromheen en kaas en goud. Oh, dan hebben we hier friet. Oeh, bosui en teriyaki kip. Nee, die is echt fucking lekker uit. Oh, met kip en zo. Kijk dan. Oh my god. Oh, hij is ook in het rood. Dit is denk ik met hot Cheetos. Ja. And we love hot Cheetos. Ja. Nee, die is er. Oh, maar hebben we wel. Oh, we hebben vorken, gelukkig. Oh my god, ik ben hier zo benieuwd naar. Met chips. Holy fuck. Dat is mac and cheese. Dit is zo cheesy. Nou, dit is gewoon je dromen eten. Maar we moesten die zak open scheuren, volgens mij. Ja. Oké. Dit is iets met seafood. Sausje. Nee. Oh my god. Met kreeft ook. Oh my god. Oh my god. Nou, dit is niet normaal, man. Kijk dit, jongen. Er zit allemaal seafood met kreeft, takis, nou, dit is gewoon ook mijn avondeten. Kijk deze. Oh, die kreeft. Maar dit. Deze garnaal. Dit is een garnaal. Dit. En met kaas? Nou, dat is niet normaal. Oké, we laten even alles weer neerzetten. Ja. Oké, waar wil jij mee beginnen? Ik begin hier wel mee. Ik begin wel met deze. Dit is de kip teriyaki bosui. Ik hou van bosui. Oh, dit ziet er koud lekker uit. Oh my god, kijk dit! Nee, dit is echt lekker, denk ik. Dat ziet er echt lekker uit. Mm. Zo, kijk dit. Nou, kijk dit. Oh my god, is... Oh, we moeten wel een thumbnail. Oké. Dit is lekker. Dit is een cheese pool. Oh my god. Oh. Zo. Deze is lekker. Dit heeft smaak. Dit vind ik nog lekkerder dan wat wij... Ik ook. Die vegan junk food bar. Dit is veel lekkerder. Veel meer smaak. Nou. Ik had nog nooit zo'n stukjes op in mijn leven. Ik meen het. Dit is lekker. Ik meen het, Is. Hoe kan dit? Hoe verzin je dit? Dan ga je het allemaal bewaren. Mag ik niet weggooien? Nee. En opwarmen en eten. Kijk, maar dan moet ik echt wel ruilen. Ja. Dan moet ik proeven. Lekker. Oh mijn god. Dit is echt. Ik kan er echt van genieten. Ik ben gewoon stil van. Ik ook. We gewoon alles helemaal. Wij zijn er gewoon helemaal stil van. Ja. Mmm. Nou, ook niet. Het is lekker. Het heeft gewoon zoveel smaken. Oh. Dat je eigenlijk gewoon ineens weet wat je eet. Mmm. Die kippen. Huh? Niet normaal. We zijn lekker een beetje op Chinese. Babi. Nee. Wat is dit? Heb je ook zo'n Chinees balletje? Ja. Heel zacht vlees. Echt. Heel zacht. Lekker heel mozzarella. Dipje erbij. Ah ja. Zo. Ik wil de rest ook proeven. Mmm.
Weet je wat ik proef bij de mac and cheese? Isabel heeft nog nooit mac and cheese op. Het is ook zwaar. Die kaas, maar moet je eens voelen hoe zwaar het is. Zo. Oh my god. Oh, ik ben zo gelukkig. Ik vind het is lekker. Huh? Oh, het is roze. Oh mijn god. Nou, dit is echt... Huh? Als je vraagt, wat is je lievelingseten, gewoon deze tent. Dit is niet normaal. Het heeft ook zoveel smaak. Niet normaal. Zeg maar, zo'n vegan junkfood bar is lekker. Maar het is allemaal best wel een soort karig. Je merkt echt dat ze met echt fucking veel kruiden hebben gekookt. Dat is top. Dit is niet normaal. Het is ook lekker spicy. Ja. Nou. Dit is echt heel lekker. Het is niet zo gelijk als dat ik het mac and cheese maak. Nee. De kokante lagen erop. Ja. Nou. Gewoon echt een hele lekkere kaassmaak. Ja. Ik vond deze ook zo lekker. Ja, die is echt lekker. Waar is dat je Oh, hadden we dit was het al fucking veel. Maar nog een hele seafood planner. Oh ja, dat is goed. Zullen we die shake proberen? Ja. Oh, zijn dit dan normale Cheetos of zo? Ik denk wel. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar ik had maar één rietje volgens mij. Oh nee, ik meer. Dat was drie. Ook beter als één nog smolt is of zo. Een avocado shake, maar is het dan zoet? En daar ben ik... Hè, wat is dit? Nee. Oh, heel zoet. Deze rietjes kan je dus eten. Dit is niet normaal. Oh. Wacht even hoor, ik wil tegelijk. Hé, maar dit is gewoon hard. Ja. Oh. Een soort snoepje. Ja. Ja. Okay. 3, 2, 1. Huh? Oh. Echt avocado. Ja. Maar wel in een soort zoete manier. Ja. Lekker. Oh, heel lekker ook, ja. Ik had niet verwacht dat ik dit lekker zou vinden. Ik ook niet. Ik dacht af ook gedaan. Een soort milkshake, maar dan gewoon een molenaarsmaak of zo. Echt avocado. Oh. Maar dan wat zoeter. Maar ze gebruiken ook wel eens avocado om taart mee te maken, hè? Ja. Very nice. Lekker, man. Oké, okay. Zullen we allebei zo'n maïsgolf proberen? Ja. Ben jij die? Ja. Ja, ik vind het echt... Ik ben niet zo van de maïs, maar we gaan het gewoon alles proberen. Het ziet er wel echt fabulous uit. Dat is niet normaal. Moet je het er even overheen? Een beetje limoen eroverheen. Ik heb geen idee, ik doe maar wat. Oud. Het is misschien waar. Oh, het ziet er terug in mijn ogen. Nee. Ja. Lekker. Ja. Ik vind maïs heel lekker. Ik zou mij dus ook gewoon bestellen bij de QFC en zo. Ja. Ja, het is wel lekker. Ja? Nee, ik hou helemaal niet van mais. Oh, wow. Nee, maar de smaak is lekker. Hij is echt gegrild. Hij heeft zo'n gegrilde smaak. Ja, lekker. En spicy. Ja. Lekker. Lekker als je even mais huidt. Ik ben niet zo'n echte mais eten, maar... Het is heel lekker. Zo mooi. Dat is echt heel dramatisch. Oh, die kaas ook, jongen. Ja. Ik vind het knoeien. Dit is niet normaal. Volgens mij, ik vraag me af hoe het is om deze mukbang te kijken. Ik ook. Volgens mij zit het alleen maar, dit is niet normaal, dit is niet normaal. Heel lekker. Zo echt van mais uit. Heel lekker. Jij hebt echt een mais eten. Ja. Jij vindt het echt fijn. Dus. Heel lekker. Ik vind het lekkerder dan ik had verwacht. Oké, nu deze. Ja. Wat is dat? Met uitjes en zo. Oh. Met echte uitjes. Wat goed. En met mais. En wat is dit? En met kip ook. Soort kip ook, ja. Met ui en friet. En saus. En kaas. Oh ja. Lekker die ui. Ja, heerlijk. Een kapje van idee. Wij zijn ook echt ui-eter. Nou. Lekker meuren uit je bek. Ja.
Mensen die in Amsterdam wonen moeten dit echt, of wij wonen ook niet in Amsterdam, maar bedoel. Nou, volgens mij bezorgen ze het dus ook. Ja. Als ik dit kon bezorgen, ging het fout. Mm. Je moet echt gewoon een keer proberen. Ja. Dit moet. Ja, ik vind het zo erg. Er zit echt kaassaus op. Ja. Dat is er zit echt kaassaus op. Ja. Kijk ons glans, jongen. Het is zo, niet karig. Nee, het is echt heel goed gevuld. Echt van alles zit erop. Hey, ja, door. Dit is echt lekker. Kom maar uit. Je hoorde altijd dit. Ja. We hebben nu alles op behalve die seafood. Maar hoe gaan we dat doen? Nee, ik ook niet. Wel happy mac and cheese. Dat is zo lekker. En een stokje water. Wat vind je tot nu toe lekkers? Het is allemaal eigen smaak, ja. Maar zo lekker. Ik vind die heel lekker. Ik ook. Dat is deze. Met die kip. En die mac and cheese. Ja, die vind ik ook heel maar die lekker. We net hadden vond ik ook heel lekker. Deze, met ja. De kaassaus, ja. Ga je het allemaal eten. Kreeften en garnalen en kijk. Nou, hoe gaan we dit eten? Mag ik even voor. Het ziet er heel goed uit. Ook lekker dat strontjes eruit gaan. Hier, dit is kreeft. Oh, maar dit zie je ook heel vaak in mukbangs. En dan heb je dit zo'n saus. En ja! Oh, fuck. We hadden dit echt thuis moeten doen. Maar dan was het koud. Ja, dan was het koud. Dan was het al. Oh, kut. Oh my god. Dit is lekker! Ja. Oh, die saus moet je echt even proberen ook. Wat is het voor saus? Ik weet het niet. Je moet alleen even dat. Dit is niet normaal. Kijk, maar ik knap het. Kijk, dit met die. Het is een soort zoetje of zo. Nou. Mmm. Oh. Dit is niet normaal. Ik hou van garnaal. Heel erg. Dat is de grootste garnaal die ik ooit heb gezien. Niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n groot garnaal gezien. Ik ook niet. Dat is echt niet normaal. Gamba. Dat is lastig eten. Maar kreeft is mijn lievelingseten. Ja? Ja. Oh, mijn garnaal. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Voor mijn gevoel heb ik nog geen woord gezegd in deze video. Nee, het is echt alleen maar te genieten. Dat moet je eten. Oh. Heel goed. Mals? Ja. Ik zit volgens mij echt allemaal schelpen te eten. Ja. Oh, mijn truffelfrietje en mayo. Ja, dat proefde ik al. Die takis. Lekker taki erbij. Is nog garnaal. Ik ben niet een hele grote viseter ook. Dat klinkt echt stom. Maar nee, ben jij niet. Nee, wel garnaal en zo. Dat vind ik wel lekker, maar echt zalm niet. Hoe vond je van die kreep? Ja, heel lekker ook. Niet normaal. Mals? Heel erg. Aardig vol te raken. Ja, ik ook. Jongens, jullie moeten dit echt proberen. Het is echt bizar dat je bij zo'n tent ook gezond goede vis krijgt. Niet normaal. Moet jij dit niet proeven? Nou, wat is dat? Oesters. Niet. Oh, nee, is het niet een soort mega mossel of zo? Oh, dat kan ook. You're such a hurry. Is die al wel gesmolten? Ja. Mosselachtig. Heel lekker. Wat is dit dan? Dat weet ik niet. Het is heel zacht. Lekker? Heel lekker. Een soort echte surimi. Ja. Gewoon echte surimi. We hebben gewoon nog niet eens echt gekletst over iets in deze video. Nou, hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Mijn andere mukbang terug echt superveel lieve comments. Weet je nog? Ik krijg nog steeds wel eens DM's over. Ja? Ja. Van, oh, ik zag die video en gaat het wel goed nu? Dit of we zitten in hetzelfde schuitje. Ja. Heel lief zijn dat, jullie. Ja, jullie zijn echt super lief. Maar het gaat nu echt veel beter, want ik ben gewoon lekker aan het werk. En gewoon gekozen voor wat je wel ja, wat vindt. Ik leuk vind. Ik kan lekker mijn eigen dagen inplannen. En leuke dingetjes doen. Maar ook gewoon lekker werken. Ja. Dus ja, gaat goed. Maar wel kut dat nu alles weer dicht gaat. Ja. Maar ik moet zeggen, vond ik het echt heel erg. Ja. Maar nu... Ik vind het ook minder kut als... De eerste keer of zo. Ja, maar dat was echt bizar. Want dat heb je nu een soort van normaal. Van oh, daar gaan we. Daar gaan we weer. Maar ik ben gewoon in het weekend ook veel aan het werk. Maar ja, nu gaat alles achter me dicht. Maar ik vind uitgaan echt heel erg leuk. Eerst hield ik er echt heel erg vast aan het uitgaan.
Maar dat heb ik niet meer. Nou, dat viel weg en toen viel je echt in een gat. Ja, omdat ik daar echt, omdat ik school kut vond, alles vond ik kut. Ja. Waardoor ik in het weekend gewoon echt uitkeek naar het weekend om het gewoon leuk te hebben met vrienden. Maar dat heb ik niet echt meer. Nee. Ik heb niet echt meer dat ik mensen denk, oh, ik wil die mensen zo graag zien. Ik heb dat echt niet meer. Nou, misschien heb je gewoon meer voor jezelf. Ik heb echt meer voor mezelf gekozen. Lekker. Nou, maar je moet wel gewoon aan te doen. Ja. Oh my god, die mac and cheese. Dat is zo lekker. Ik zit zo vol, maar ik wil gewoon eten. Ja, ik vind het ook echt mokervol. Ik wil ook nog eens een hapje kip. Dit is echt heel lekker kip. Niet normaal. Je moet het even van dichtbij zien. Het is echt een soort... Oké, je wilt niet. Het is heel, heel zacht en lekker zo zacht. Met een ketchup-achtig smaakje. Ja, niet normaal. Ik had niet verwacht dat ik het zo lekker zou vinden. Ik ook niet. Ik zag het op Insta en ik dacht, wow. Nee, op TikTok? Ja. Maar dit is echt boven de... Dat er zoveel verschillende dingen aan je verwacht. Dat is echt lief, want ze hebben ook allemaal extra dingen gegeven. Mm. Oh, de batterij is bijna leeg. Ik zit zo vol. Ik ook. Ik ga zo. Ik kan echt... Ik wil nog één hapje met een cheese. En dat is it. Mmm. Nou, ja, het was echt... Heel erg lekker. Helemaal. Echt, ik wil je heel erg bedanken van Flaming Fries. Echt super lieve mensen. Heel vriendelijk. Ja, hele lieve En ze mensen. Hebben gewoon alles met z'n tweeën helemaal zelf gemaakt. Het is echt niet normaal. Maar ik kan niet meer. Ik kan het niet meer. Het liefst zou ik het allemaal opeten, maar... Ik ook. Ik ga denk ik mijn familie heel blij mee maken. Ja, ik denk dat we echt... Je moet het echt laten. Je moet het echt laten. Ja. Ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Even weer lekker iets anders als een fucking McDonald's. Dit is echt... 100 keer lekker dan de McDonald's. Heel lekker. Daarna voel je gewoon altijd kut. Dat en vies en vet. En dit is gewoon echt handgemaakt. Allemaal echt heel lekker. Niet normaal. Ja. Dus nogmaals heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie de video ook leuk vonden om te zien. En tot zie ik jullie zo weer. Doei!